Zondag 30 april is bij een champignonkwekerij aan de Wouwerbeekseweg in Bavel een grote brand uitgebroken. Twee loodsen van 50 bij 40 meter zijn verwoest. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De zwarte rook van de brand die heeft zich over een groot gebied verspreid. Alle ramen en deuren moesten dicht. En de politie die heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Ja, het was wel heel heftig. Jammer voor die mensen. Het is gelukkig dat het huis niet geraakt is, maar... Ja, jammer. Er is niks aan te doen. Ik heb te doen met de mensen waar het gebeurd is. Het is vreselijk wat die mensen mee moeten maken. Dus wat je ziet, dat is, daar word je bang van. Ja, iets groots voor mijn vader en moeder. Want die wonen erachter en die zeiden gisteravond toen ik hen aan de telefoon had zo van... Nou, wat een grote stinkende rookwolk achter ons huis. Volgens mij staat de champignonkwekerij in de fik. Wij hebben voornamelijk het nieuws gezien en appjes natuurlijk van dorpsbewoners en vrienden die daar. Maar verder hebben we er niet zo heel veel van meegekregen. Ja, er gebeurt niet zoveel hier in Bavel. Ja, als er dan zoiets zijn, is het toch spectaculair, hè? We hebben de deuren wel dichtgehouden. We hebben inderdaad, wat er ook in het nieuws stond, de dingen dicht gedaan. Maar dat was het. Het schijnt wel heftig geweest te zijn met al die champignonnetjes daar in die champignonkwekerij.